Welkom weer bij 023 Voetbal. Vanavond met twee gasten, Jos de Jong, de eigenaar van 023 Voetbal, en de trainer van Zandvoort, van de SV Zandvoort, en dat is Ted Saunier. Mannen, welkom. Dankjewel. Ja, Ted, we hebben je niet voor niks gevraagd, want er is nogal wat aan de hand met jouw ploegje. Ja, we staan er goed voor. We hebben alle kansen om aan het eind van het jaar met de schouder vandoor te gaan. Je hebt in de eerste helft 2 zeepunten gehad. Ja. 1 tegen de onderste. Hoe kan dat nou? Ja, dus dat onverklaarbare in de sport, in het voetbal. Eigenlijk heel makkelijk samen te vatten. Veel te veel kansen gemist. Ja. Een stuk of 15, hè? Nou, ik denk dat het wel dubbele was. Ja. Het was echt verschrikkelijk. Maar goed. Je hebt 1 grote concurrent, want op de rest sta je gewoon 8 punten los. 10 zelfs, of ja. 10 al. Ja. Vertel. Ja, Stormvogels, de mannen uit de Muiden. Overgestapt vanuit het zondagvoetbal. Eigenlijk vanaf speeldag 1 maken we eigenlijk samen de dienst uit. We hebben uit de 4e wedstrijd met 2-1 verloren. Onnodig? Eerste helft waren wij veruit de bovenliggende partij. Moet je eigenlijk binnen 20 minuten minimaal 3 keer scoren. Nou, je maakt er maar 1. En dan vlak voor rust een levensgrote kans voor Nijtselberg. Die schiet tegen de keeper en uit de rebound schiet Butje op de paal, Butwater. Water. Ja, en in de tweede helft komen zij volgens mij 3 of 4 keer over onze middenlijn. Ze maken 2 prachtige doelpunten en je verliest met 2-1. Je krijgt ze nog. Ja, 10 februari, dan komen ze bij ons op bezoek. En dan hoop ik dat het een warm middagje zal worden. Ja. Ja. Dan zal ik ook een hoop mensen zullen worden. Ja, ik denk dat het lekker druk zal zijn. Ja. Ja, het leeft wel. Het leeft sowieso al meer. De wedstrijden worden beter bezocht. De kantine is lekker vol. Dus het gaat de goede kant op. Hoeveel punten staan jullie los? Stormvogels heeft 31 punten uit 12 wedstrijden en wij hebben er 30 uit 12. En Overbos staat derde met 20 uit 12. Dus dat is een heel groot gat. En Stormvogels die gaat ook nog komen? Ja, 10 februari. 10 februari. Ja, ja. Schrijf het maar op, Jos. Ja, ik zeg 10. Dan kan je ook weer eens genieten van de scheidsrechters in die klasse. Want... Ja, zijn die zo geweldig? Nee, helemaal. Ja, er zit nogal wat verschil tussen. Waarom? Ja, god, dus op alle niveaus voelt de ene wat beter aan dan de ander. Maar wij hebben dit jaar nog geluk gehad, maar ik heb vorig jaar nog wel een aantal wedstrijden gehad dat je denkt van, wat zie je allemaal aan de hand. Ja. Ja. Nou, ik heb jullie in de laatste wedstrijd toch, heeft die beslissingen genomen. Die had toch dik gewonnen moeten worden als je gewoon alles mee had gekregen wat hij nu tegenvloot. Uiteindelijk werd het dan in de tweede helft... Maar was hij bang voor de tegenstander? Dat leek er een beetje op. Ja, ik heb geen idee. Ja, ik vond hem wat warrig. Ik heb in de rust ook aangegeven, jongens, je moet het toch zelf doen. De scheids die gaat je echt niet helpen. Nou, dat hebben ze goed opgepakt. Ja. Uiteindelijk ben je nu met 4-1. Dus. Jos, jij bent opleider. Je bent eigenlijk samen met een collega, de man die bij HFC al die jongens opleidt voor het voetbal. Ja. Wat geef je die nou mee om dit soort dingen te voorkomen? Wat geven ze mee? Ja, in eerste instantie is het gewoon belangrijk dat ze zich inleven in de wedstrijd. Je kunt natuurlijk als scheidsrechter helemaal conform het boekje gaan werken. Dat is natuurlijk uitstekend, maar je moet wel de sfeer van de wedstrijd aanvoelen. In de tweede divisie zie je allemaal scheidsrechters die schablonen scheidsrechters zijn geworden. Ja, dat is allemaal. Ik vind het doodzonde. Ik vind het echt heel jammer. Je moet echt de sfeer goed aanvoelen. En als je dat goed aanvoelt, je hebt ook goed contact met de spelers, goed contact met je assistenten. Je tikt af en toe eens iemand op zijn rug van, hey, dat heb je goed gedaan. Dan krijg je een heel andere sfeer. Jij fluit ook nog. Kom je nou ook met zo'n dingetje achter je aan met je spullen erin? Nee, ik heb een gewone tas. Die enorme tas. Die zijn er. Ik vraag me altijd af of er in godsnaam allemaal in zit. Of ze alle reserveballen van de vorige teams hebben meegenomen. Ik weet het niet. Ted, we gaan het straks nog hebben over het voetbal nu. Maar waar ben jij begonnen? Als trainer? Nou, als speler. Als speler? Goh, ik ben ooit 47 jaar geleden geboren in Voorschoten, tussen Leiden en Den Haag. Daar ben ik gaan voetballen op mijn 4e of 5e, bij de Welpen heette het toen nog. Ja. Bij de SVLV, Sportvereniging Laurentius Voorschoten.
Wat later is overgegaan in Voorschoten 97, een fusievereniging. Daar heb ik het grootste deel van mijn jeugd gevoetbald. Ik heb nog een uitstapje naar Bernardus gedaan, een klein dorpje, Hazewoudendorp. Een klein voetbalvereniging, want mijn ouders gingen verhuizen, maar op mijn 16e gingen we weer terug naar Voorschoten. Dus ik heb tot mijn eerste jaar senior heb ik daar gespeeld. En daarna ben ik de dienstplicht ingegaan en via een dienstvriend in Zandvoort beland op mijn 21ste. En niet meer weggegaan. Oh. Dus toen ben ik bij de Zandvoort 75 gevoetbald. Ja. Ja, mooie periode. Maar jij hebt door je militaire dienst eigenlijk nooit hoog kunnen voetballen, hè? Nou ja, ik wil niet zeggen dat ik nou een geweldig talent was, maar ik kon wel aardig potje ballen. Ik heb ook twee keer pech gehad. Toen ik 17 was, debuteerde ik in het eerste in Voorschoten. Was volgens mij derde klas, zondag. Ze spelen nu hoger trouwens. Ja, ze spelen nu tweede klas zaterdag. Het is een zaterdag-zondagvereniging. De zondag is derde klas en de zaterdag is tweede klasse. Maar die hebben een aantal jaar geleden ook hoofdklasse gespeeld. Ja. Maar toen in mijn debuutwedstrijd viel ik in en ik scoorde direct uit een corner. En de eerstvolgende aanval dat ik de bal aanraakte, vond de tegenstander het nodig om ik heb mijn rechter enkelbanden afgescheurd, zo hard heeft hij me geschopt. Dus, en toen ik eigenlijk net weer fit was, toen gebeurde het nog een keer. Ja, eigenlijk op de training gebeurde dat hierbij in Zandvoort. Toen, dat was gewoon domme pech, want ik, in een duel stapte ik op de voet van een tegenstander. En klapte er volledig doorheen, dus toen was ik weer een half jaar uitgeschakeld. Ja. Maar goed. Is het doorgroeien in je carrière, heeft het ook te maken met het feit dat je bij de Rode Beret hebt gezeten? Ja, Je hebt in Joegoslavië gezeten, Afghanistan? Ja, drie keer in Afghanistan. Ja, ja, ik ben toen in 95, toen woonde ik dus al 4 jaar in Zandvoort. Ik heb 4 jaar op het strand gewerkt in de horeca. En in 95 ben ik gestart met de opleiding in Schaarsbergen, vlakbij Arnhem. En uiteindelijk heb ik zo'n 20 jaar bij de baas gewerkt. En in die periode ben ik inderdaad 4 keer op uitzending geweest. Ja, en ik ben de hele wereld over geweest. We draaiden overal oefeningen, van Amerika tot Afrika. Dus en dan kan je wel eens niet komen trainen, hè? Nee. En wat heeft je trainer doen worden? Dat was toen ik 35 was. Toen was Guus Marcelle trainer bij FC Zandvoort. In 2005 was dat. Toen was het inmiddels gefuseerd in Zandvoort en Zandvoort Meeuwen. En toen, eigenlijk halverwege het jaar, toen speelde ik in tweede. Om de reden dat ik ook in. Ik was 35 en ik zat vol in dienst. En toen zei hij, ik zou het prettig vinden als jij mijn assistent wil worden en trainer van tweede. En zo geschieden. Toen deed ik het nog alleen op donderdag in verband met de dienst. En als ik op oefening was, dan werd het opgevangen. Maar later kreeg ik wat meer tijd en toen ben ik het ook wat vaker gaan doen. En vanuit na Guus Marcelle ben ik doorgegaan bij Piet Keur, die toen trainer werd. Heb ik ook 4 jaar onder Piet mogen werken. Dat is heel fijn. Ja, ik heb de leukste dingen meegemaakt. Was een leuke periode. Tot 2010. Kwam er weer een uitzending aan. En toen, daarna, na die uitzending, kwam ik op een wat rustige functie in Amersfoort. Als instructeur voor onderofficier infanterie. En toen kreeg ik ook de gelegenheid om mijn trainersdiploma's te halen. En dat ben ik toen ook gaan doen. Ik heb een stapje terug gedaan. Dan ben ik de B-jeugd van Zandvoort heb ik toen gedaan, 2 jaar. En aansluitend naar Rijnsburgse Boys. Ondertussen mijn UWVB gehaald. En vanuit Rijnsburg. Heb ik 3 jaar gedaan, het laatste jaar hoofdjeugdopleidingen. Ook erg leerzaam, mooie periode gehad. Veel vrienden en kennis aan overgehouden. En vorig jaar
trainer van Zandvoort 2 onder Laurens den Heuvel. En ja, vorig jaar winter contractbespreking en doorgeschoven als hoofdtrainer. Leuk. Wat geweldig, zeg. Ja. Prachtige carrière. Ja, nou ja. Schitterend. En wat is je doelstelling? Blijf je altijd bij Zandvoort? Ik ben nu in gesprek met bestuur over de toekomst. Of ik ga bijtekenen of niet. Of hun dat willen of niet. Maar wat denk je zelf? Nou, het ziet er goed uit. Okay. En, voor jou ook? Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Okay. Dus, en ik ben maar een klein radertje in het geheel. Nou, ik vind... Onderschat jezelf niet, hè? Nee, goed. Maar de club was een beetje weggezakt. En een van mijn speerpunten was ook, en ook van het bestuur, om weer leven in de club te krijgen. En onder andere door wat de jongens terug te halen, Zandvoortse jongens terug te halen, die wat hoger speelden, gaat dat heel goed. En de wedstrijden worden drukker bezocht en de kantine is ook weer vol. En een van je moeilijkste taken, denk ik, deze zeg maar stevige voetballers, hè, op dit niveau, om die tot team te smeden. Ja. Maar goed, ik heb 20 jaar niet anders gedaan bij Defensie. Ook pelotons mogen opleiden om die uitzending tot een succes te brengen. Maar dat leer je wel nog, hoe je mensen moet aanpakken natuurlijk. Ja, goed, het is natuurlijk, kijk, het verschil is dat dit zijn, de voetballers doen het voor hun hobby. En militair zijn doe je voor je werk en je centjes. Natuurlijk kan ik heel veel gebruiken, alleen het blijven amateurs waar ik nu mee werk. Ze doen het voor hun plezier. Plezier staat ook bovenaan. Maar goed, ik heb wel mijn foefjes om daar te krijgen waar ik ze wil hebben. En nou, iemand van de hoge rand die toch zo'n ervaring heeft met het opleiden van mensen, die kun je natuurlijk geweldig gebruiken bij voetbal. Ja, zeker. Dat bij jonge gasten. Dat is een winst. Ja, maar kijk, de ouderwetse voetbaltrainer, die redt het niet meer. Uit onze tijd ga maar 20 rondjes lopen en de trainer bepaalt. Tegenwoordig ben je en voetbaltrainer, je bent coach, je bent psycholoog, je bent manager. En dat is ook het leuke eraan, dat is ook de uitdaging. Ja, tijden veranderen toch wel, mensen worden mondiger. Ja, en hoe ga je daarmee om? Jij had vorig jaar dus Laurens den Heuvel als de man van als de baas. Jij als tweede. Als baas. Nou ja. Zo was die verhouding niet, toch? Nee, het was altijd, we konden goed met elkaar om. Ja. Hij draaide zijn tierenlier bij HFC 2. Ja. Ja. Maar wat is dat een sneu gebeuren, zeg. Ze staan geloof ik, ik weet niet hoeveel punten voor, we gaan weer naar het Nederlands kampioenschap. Het is het bekende verhaal van de laatste jaren. Vroeger had je AFC en ADO hebben ook zo'n periode gehad. En nu HFC denk ik al 3 of 4 jaar, ook Nederlands kampioen, algeheel Nederlands kampioen. De vraag is natuurlijk, waar doen die jongens het nog voor op een gegeven moment? Maar ze gaan ook weg, lijkt het er nu. Ja, als je op dat niveau sport, wil je toch uiteindelijk een keer in een eerste elftal spelen. En als de HFC 1 te hoog gegrepen is, dan ga je toch om je heen kijken. En sterker nog, ik kom ook geregeld op zondagochtend, of spelen nu dan om 1 uur geloof ik, ga ik kijken als ik even kan. Maar dan ben ik echt niet de enige trainer uit de regio die daar loopt te scouten, zeg maar. Maar het is ook zo, dat het niveau van deze jongens, die kunnen zo ingepast worden in het eerste, hoor. Ja. En Franklin Lewis, ik noem er maar één. Ja, natuurlijk het grootste talent dat bij AFC rondloopt. Ja, zeker. Ja. Maar je mag hem maar 11 opstellen. Dus, maar dat is het probleem. Ja. Maar jij had er ideeën over. AFC heeft het al een aantal jaren over. En het liefst zien zij dat HFC 2 instroomt bij standaard eerste klasse of standaard tweede klasse.
Ik denk niet dat de KNVB dat ooit goed zal keuren in verband met... Ze hebben toch ook jong ploegen? Ja. Het is het verschil tussen tweede divisie en eerste divisie. Ja, leg het ze maar uit. Ja, precies. Ja. Nee, ze willen niet uitgelegd krijgen. Nee, dat is de KNVB. Maar jouw idee is ook niet zo gek. Nou ja, goed, kijk, we hebben natuurlijk bij de tweede divisie, derde divisie, hebben we een mix van zaterdag en zondag verenigingen. En waarom zou je dat bij de reserveteams ook niet doen? Neem de beste zes uit West 1 en West 2 van de zaterdagafdeling. Praat je over Quick Boys, Noordwijk, Rijnsburg, dat soort verenigingen. En deze regio, nou hou je het ook nog lekker regio gebonden. En ik denk dat je... Een heel nieuwe klas aan te doen. Ja, ik denk dat je wel een leuke komt. Ook voor die jongens. Die voor de jongens helemaal belangrijk is. Want ze voetballen nou... Ja, waar voetballen ze voor? Ze winnen het. Ja. Ze kunnen volgend jaar weer opnieuw beginnen. Ja. Ja. En verder komen doen ze ook niet. Nee. Zou, leuk idee. Ja, het zou prachtig zijn. Mensen van de KNVB, als jullie luisteren, doe het nou eens. Het is zoveel leuker voor al die mannen. Dankjewel. Ja, dat moet toch kunnen? Ja, dat is zo. Ja. Dat is inderdaad waar wat je zegt. Het loopt gewoon leeg. Dus die jongens gewoon niet verder kunnen komen. Nee. En ze kunnen ergens anders wel in het eerste komen. Misschien in de lagere klasse. Dan gaan ze dat ook doen. Omdat ze meer naar voetballen toe kunnen komen. Het is natuurlijk wel leuk en aardig om steeds landskampioen te worden. Maar nou, vergeet het. Kijk, wij hebben het met alle respect ook een beetje in onze pool waar wij nu in zitten. Wedstrijden met 6, 7, 8, 0 winnen, dat is één keer leuk. Maar als je dat een heel seizoen hebt, het kost meer moeite om de jongens te motiveren. Dan maar dat spel komt het ook niet te goed, hè? Want ze gaan allemaal soleren. Nou ja, weet je dat snap ik ook wel. Hè? De tegenstander gaat zich ook op je aanpassen. En, wij speelden tegen Pankratius voor de eerste periodetitel. En die... ik snap het ook wel, maar die ging gewoon 1-5-4-1 spelen. Ja, dus met één aanvallen en de rest allemaal achter de bal. De bus werd geparkeerd. Ja, en Pankratius was niet de enige, want na wedstrijd 3 deed ongeveer iedereen dat. Dus, nee. Maar goed, daar moet je maar mee omgaan, dat is de andere kant. Maar zie je het ook niet een beetje terug in de lagere klasse, ook bij de jongere voetballers? Dat zal wel helemaal verkeerd worden ingedeeld door de KNVB. Ja. Dan zie je toch ook uitslagen van 6-0, 8-0 en tegenstanders die met 12-2 verliezen, die met pijn en moeite dan nog zaterdag komen voetballen. Ja, kijk, de wedstrijdsecretaris of degene die de indeling vanuit de club regelen, die hebben er natuurlijk ook een hand in. Ja, maar dat moet toch gecoördineerd worden door de KNVB en die neemt toch uiteindelijk zijn beslissingen welke klasse je komt. Ja, dat klopt. En je moet het wel zelf aangeven. Ja, tuurlijk. Maar wat ik zou graag willen zien, is dat de KNVB wat flexibeler wordt. Als je nou 3-4 wedstrijden onderweg bent en je verliest of wint 3 keer met grote cijfers, dan is het denk ik wel duidelijk dat je niet in die klasse thuis hoort. Nee. En als je dan de KNVB vraagt, kunnen we hoger of lager? Dan begint vaak de problemen. Want dan zeg je, nou kijk het eerst nog even aan en voor je het weet is de competitie voorbij. En heb je hele gedemotiveerde jonge kinderen. Nou, je ziet het toch ook vaak dat de ploegen die in het eerste gedeelte van het seizoen meevoetballen, die zijn maar al te blij dat het december wordt. Ja, ja. Omdat ze in januari een andere klasse terecht kunnen komen. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel raar eigenlijk. Jij volgt een beetje alles in de hele omgeving, hè? Ja, ja. Wat vind je bijvoorbeeld van de tweede divisie? Ja, ik ook vanuit mijn Rijnsburg verleden volg ik dat iedere week. Ik vind het een hele positieve ontwikkeling. Ik weet dat er in het begin, dat samenvoegen zaterdag, zondag, dat er wel wat bezwaren waren. Ik stond er meer in van, de zaterdag vindt altijd dat de zaterdag het beste voetbalt en de zondag vindt dat laat ze het maar uitvechten tegen elkaar. Ja, en nu heb je natuurlijk ook derbys die je vroeger nooit had. Katwijk HFC, ja, dat had je eens een keer eens in de 10 jaar voor de beker misschien. Ja. Of vriendschappelijk, maar nu gaat het om het echi. Maar over Katwijk gesproken, die mogen dus niet promoveren. Nee, Katwijk zelf is er niet zo rauwig om. Nou, ze willen graag hoor. Nou, ik heb toevallig vanmiddag nog even een stukje op de site gelezen van hun voorzitter. Laat ik het erop houden dat ze... het zal om het even zijn. Ja. Kijk maar naar Achilles.
ook Jupiler League gespeeld. Die zijn wel gedegradeerd. We zijn nu 2 jaar verder en ze zijn failliet verklaard. 3,6 miljoen. Ja, dus heel veel geïnvesteerd om die stap te kunnen maken naar de Jupiler League. En dan 3 jaar later eigenlijk op je bek gaan. Dus misschien dat daar voor veel amateurverenigingen ook de twijfel zit. Van, moeten we het nou wel of niet? Ik ben wel blij met dat gebeuren bij Achilles. Ik ben AFC'er, dat weet iedereen zo lang. Ja, dat is wel. Ja, en wij verloren met 3-2 van die gasten. Een van de weinigen. Ja. Nou, dus iedereen verliest punten behalve wij. Ja, jullie stijgen zelfs een plekje. Ja. Maar het gedoe in die tweede divisie, de dijk. Ja, goed. De dijk vind ik een typisch voorbeeld van verenigingen die in het verleden ook op die manier zijn opgebouwd. Eén hele grote sponsor. We hebben hier Young Boys gehad, we hebben Turkium Spoor gehad. Er zijn nog meer voorbeelden van dat soort verenigingen, laat ik het zo noemen. Ja, nu zie je het weer gebeuren. De sponsor loopt weg, er is oneenigheid. Inmiddels zijn er 9 spelers van de selectie zijn opgestapt. Ik geloof dat Jochem Twisker, de trainer, nog kan beschikken over 13 of 14 jongens. Ja, en er zijn nog een paar van buiten erbij. Ja, de overschrijving moet nog goedgekeurd worden. Ja. Dus dat wordt een hels karwei. Hij heeft gelukkig voor volgend jaar wel een nieuwe club. Hij gaat naar Hercules in Utrecht. Maar Jochem komt wel van Spakenburg, is niet zomaar iemand. En nu geloof ik binnenkort is er een ledenvergadering bij de dijk om een nieuw bestuur te vormen. En als dat lukt is er misschien nog hoop. Anders is het denk ik... Wat vind je van de AFC? Is dat niet sneu? De meeste spelers die ze normaal hadden, waardoor ze zo hoog speelden, die gingen naar de zaterdag. En ze bengelen onderaan. Is dat sneu? AFC? Ja. Ja, god, ik weet ook niet precies wat er aan de hand is, want de selectie is ten opzichte van vorig jaar niet zoveel veranderd. Daan Citurius is van de zondag naar de zaterdag, maar ze wel een bepalende speler, maar ook niet meer de jongste natuurlijk. En de spits, ik ben even zijn naam kwijt, is naar Zwift overgestapt. Voor de rest is het bijna dezelfde selectie. Ze hebben nu versterking vanuit Kozakken Boys en Riley Ignacio. Ja. Mag vanaf 1 januari, dus mag nu voetballen. Ja, die gaat wel van maken. Ja, god, het is, ik heb hem bij Rijnsburg mee mogen maken. Het is echt een fenomeen. Het is, ze noemen wel eens enfant terrible. Ja, een beetje. Verdette zijn al de boeren. Het is een behoorlijke verdette, dat kan ik je wel meegeven. Ja. Maar hij zorgt ook wel weer voor sfeer. Maar goed, voor menig trainer is hij een pain in the ass. Maar ja, laat hem er maar 20 inschoppen, dan blijft de AFC erin. De grote man bij AFC, hè? Die blijft. Het gaat niet door met Telstra. Nee. Dat is nu definitief. Nou ja, het is, kan nog tot 31 januari. Hè? Ja, maar Telstra moet geloof ik, je kunt alleen Castine overnemen als ze 3 andere spelers kunnen vinden. Ja, dat heb ik ook zoiets. Die Osman die blijft. Beide moois blijven. Ja. Ja. Alleen Luxemburg wil weg. Die speelde ook niet in die oefenwedstrijd tegen Sparta. Ja. Want Mike Snoei zei, als jij weg wil, dan ga je niet voetballen. Ja. En terecht. Ja. Heb jij nog iets, Jos? Nou ja, afgelopen zaterdag waren de Oud-Internationals weer bij AFC. Dat was een hartstikke leuke wedstrijd. Heel veel mensen kwamen voor Van der Sar, want iedereen dacht van... Hoera, die komt eindelijk een keer spelen, maar die heeft zich op het laatste moment afgemeld, vanwege ziekte. En toen heeft Van Rossum het overgenomen van HFC, die heeft daar keurig in toegestaan en heeft dus eerst in het land gespeeld. Hij en die blijven. Heeft het conform de uitspraak van Sjaak Zwart geweldig gedaan. Ik heb hem ook de nodige reddingen zien maken. Een hartstikke leuke wedstrijd, ik kreeg alleen maar complimenten. Dus, het is een ontzettend leuke dag. Hè? Er is veel voor de jeugd. Ja. Het is ochtends het bibbentoernooi. Je moet even toch het vierde noemen die als gladiatoren het veld ingingen. Ik heb rot gelachen 's morgens. Dat is mooi, man. Ik kwam 9:15 aan en ze moesten om 9:30 op het veld zijn. Ja. Dus ik rustig kijken, kwamen ze allemaal mijn kant op om naar die velden toe te gaan. Nou, ze zagen dat niet. Je had die meiden moeten zien. Die hadden van die speciale lenzen in met zo'n
rode of een paarse rand na je schrok je rot. Ja, het was een enorm leuke dag, hoofdpubliek. Dus. Ja, dat was veel publiek. Ja, 3000 man. Ja, dat was hartstikke goed. En een gigantisch jaarlijks terugkerend feest. Ja, dat feest was ook enorm. Ja. Nou, hier was het feest ook weer enorm. Dankjewel, Ted Saunier. Heel veel succes in de competitie. En dank voor je komst in de studio. Dankjewel. Oké.